Ik ben Miranda, ik werk ongeveer 20 jaar bij de WSD. In principe heb ik nooit binnengewerkt, altijd via de durfgroep heb ik altijd gewerkt. Mensen van de durfgroep, dat zijn mensen die lef en durf hebben om naar buiten te gaan. Baanbrekers hebben gewerkt, alligator hebben we gewerkt, hier in Boksel hebben we bij Copec gewerkt. Er zijn altijd werkzaamheden die mensen van een SW-bedrijf in een bedrijf kunnen verrichten. Ik zou adviseren, probeer het en dan samen tot een product komen waar iedereen tevreden is en kwalitatief goed is. Ik werk bij de durf 2 jaar. Ja, ik vind het leuk werk. Samen bij elkaar, iedereen om te winkelen, leren met de taal. Ja, voor verschillende mensen en kennis. Ja, helemaal leuk werk. Nou, ik denk dat het zo is dat je iedereen wel een plekje kan geven in de arbeidswereld. Alleen je moet er als bedrijf wel willen. Het kost je uiteraard je tijd. En het uiteindelijke doel is om de juiste persoon op de juiste plek te krijgen. Dan ben je toch op eigen baas en toch op eigen ding kunnen doen. Dus je hebt geen ogen of niks die op hem gericht zijn. Je krijgt zeker steun van de mensen vanuit de WSD. Je hebt altijd een contactpersoon bij WSD waar je contact mee opneemt. Nou, en dan gaan we dat bespreekbaar maken wat het probleem is. Ik zeg op mijn beurt, je kunt meer dan dat je denkt. Ja, als je lef hebt, gewoon mogelijk zoveel mogelijk buiten te zien te werken. En deze is de juiste groep waar je het mee kunt doen. En als je eenmaal buiten bent, dan wil je nooit meer naar binnen. Gewoon doen.